tril. Ik stuiter over smerige ongelijke stenen in het lege Noord-Franse landschap. Ik fiets voor de eerste keer over de kasseien van Parijs-Roubaix. 4 keer heb ik langs de kant gestaan tijdens de beroemde klassieker. Misschien wel 30 keer voor de televisie gezeten. Maar nu ben ik zelf onderweg. Op paden die door het jaar heen alleen maar gebruikt worden door boeren met hun tractor. Waarom willen de wielrenners zo graag over de kasseien denderen? Waarom zoeken ze het gevaar op? En waarom vinden ze dit de mooiste koers van het jaar? Verderop staat Servaas Knaap op me te wachten. Hij weet wat Parijs-Roubaix is. Hij reed de wedstrijd 16 keer uit en won in 2001. Kijk, zo reed hij over de laatste stroken. Mooi diep zitten, in volle concentratie. Iedere plas, iedere steen zien. Op het juiste moment oversteken. Souplesse en kracht in één. Zo moet het. Later zou hij als winnaar de gewonnen kei omhoog torsen. Met ongeloof op het gezicht. Hij hoorde bij de winnaars van Parijs-Roubaix. De Vlamink, Merckx, Coppi, Moser, Raas, Kuiper, Kelly, Museel, Bonen, Ino, Cancellara, Van Summeren. Goedemorgen. Godverdomme zeg. Zeg, hey. Als ervaren man, 16 keer gereden, wat zeg je nou? Er is een soort top 3 van waar je sowieso op moet letten. Sowieso, ja, wat heel belangrijk is, het juiste pad kiezen natuurlijk. Ja. En toch ook, wat ook belangrijk is, de fiets een beetje laten sturen. En het klinkt heel raar, maar het is makkelijker met 40 per uur over de kasseien te rijden dan met 30 per uur. Oké. Op de een of andere manier, door een bepaalde snelheid, ja, ga je makkelijker over die stenen heen en voel je die hobbels niet zo als met een lagere snelheid. Ik zou iets lager zetten. Hoeveel? Maar ik had 0,5 centimeter. Dan kun je makkelijker een hogere trapfrequentie rijden. Oké. Okay. Een Parijs-Roubaix is altijd een beetje de juiste trapfrequentie zoeken. Niet de hoge trapfrequentie, maar ook weer niet de lage trapfrequentie. Oké. Okay. Als je te laag is, dan kun je ook weer niet goed versnellen. Zeg maar als je soms een keer wat snelheid verliest. Ja. En als je te hoog is, dan ben je heel onrustig op de fiets. Okay. Dan kun je niet goed je lijn houden. Ja. Jij zegt toch meest in het midden rijden. Ja. Maar dat heeft te maken met het feit dat die stenen daar wat dichter bij elkaar liggen. Ja, dat loopt een beetje bol, hè. Dus, ja. Dus in het midden is de minste gereden door de jaren heen. Ja, en dan hier weer op het midden zo, ja. Oké. Okay. Ja, perfect. En je ziet nou met de tractoren die nou komen. Die rijden allemaal, hè. Die rijden in feite de zijkanten uit elkaar. De zijkanten zijn allemaal kapot gereden. Ja. Hier zie je wat hij doet. Hij rijdt die kasseien kapot. Ja. Ja, nu komt het. Nu komt het? Ja, als de stenen weer wat donkerder worden, wordt hij heel slecht. Handjes op het stuur hier? Ja, ik reed hier altijd onderin. Oké, ga ik ook eens doen. Ja, hier kun je al de binnenbocht pakken. Ja. Hier pakken ze altijd de binnenbocht. Oké. Ja, wat ook heel belangrijk is de bandenspanning. Ja. Ik weet niet hoeveel jij erin. Ja, is dat het niet? Dit is goed. Heb jij ook 16 keer een geheim gehad wat je niet vertelde met mensen? Ja, ik heb wel een aantal jaren de bandenspanning een beetje geheim gehouden. Want dat heb ik eigenlijk van Johan Museeuw geleerd. Om echt met de bandenspanning een beetje te gaan zoeken wat de beste spanning is. En de eerste keer dat ik dat deed, won ik. Dus okay. Ja, en, wat zat erin toen? Ja, met 5.0 van voor en 5.2 van achter heb ik toen gereden. Ja, en daar heb ik eigenlijk lang geheim gehouden, nooit verteld.
Het begin van de klassieke wegwedstrijd over 246 kilometer van Parijs naar Roubaix is weinig bemoedigend. Eén renner verliest zijn evenwicht en sleept in zijn val een stuk of 30 mee, waardoor voor velen de wedstrijd hier al direct een einde neemt. Het tempo ligt ondanks de slechte weersomstandigheden constant boven de 35 kilometer per uur. De strijd wordt evenals vorig jaar door de Belg Klaas in de sprint gewonnen. Tijd 6 uur en 10 minuten. Weer een strook door niemands land. Noord-Frankrijk. Als het hier vroeg donker is en het regent onafgebroken, is het ideaal zelfmoordgebied. Er zijn maar twee feestdagen voor de bewoners. 14 juillet en Parijs-Roubaix. Ze leiden een sober bestaan. Werken en leven op het platteland. Bonjour. Ça va? Ouais. C'est quoi ça? L'engrais. De? De l'engrais. Mettre sur les blés pour faire pousser quoi. Ah quoi? Mais les tracteurs, c'est pas bon pour les pavés, non? Ah ouais, on est secoué, hein. Bah à vélo c'est pareil quoi. Uh-huh. Pour refaire passer le Paris-Roubaix dans le pavé. Parce qu'avant ils passaient par la route ici. Uh-huh. Faisaient le tour là-bas où vous voyez les voitures quoi. Uh-huh. Et ils passaient cette route. Et puis depuis qu'ils ont retrouvé les pavés, maintenant le Paris-Roubaix passe ici. Quoi. Mm-hmm. Après la guerre, 1940, la commune avait remis des cailloux dessus. On ne voyait plus les pavés. Ah bon? Ah ouais. Pourquoi? Ben pour rouler un peu mieux, quoi. Et à peine 10 ans, peut-être 10 ans que maintenant qu'ils ont tout enlevé les cailloux. Ik rijd door het dorpje Arenberg. Tot de kolenmijnen sloten was hier volop werk. Nu is het een stil dorp, beroemd vanwege het bos van Valère. Hier ligt een van de slechtste kasseienstroken. 5 sterren. Nu moet ik eroverheen. Ik ben best nerveus. Het is of ik een poort doorrij het donkere bos in. Zo hard mogelijk trappen. Het gerammel van de fiets is verschrikkelijk. Voel steken in mijn pols. De spieren in mijn bovenarmen vliegen alle kanten op. Het is ook nog eens glad hier. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites maintenant? On fait du muscle. Le muscle? Tête de galas pour la bicyclette. Oui. Là, ça va être bien, la vie apparaît. Oui, oui. Et ça marche bien? Oui. OK. Bonne chance. Vijftien jaar geleden stond ik hier voor het eerst langs de route. Er lag slijk op de stenen. Valpartijen, kapotte wielen, getoeter, schelden, tieren, spuren, modderkoppen, gekken langs de kant. Toen begreep ik pas wat Parijs-Roubaix was. Oorlog. Je rijdt op je eigen tank en ramt over de onwillige stenen. Dit was de hel en je moest er zo snel mogelijk doorheen. Thank you.
helemaal gek. Gelukkig, een stuk asfalt. Iemand hier in het dorp heeft foto's van een lokale wielerheld die Parijs-Roubaix 5 maal uitreed. Jo. Dans le village, on a dit que vous avez une photo de Delberg. Oui. 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 C'est quoi, c'est un bar ou c'est quoi oui, ça? Oui, c'est mon petit bar, vous voyez, pour recevoir les amis. Voilà les photos. Celle-ci, j'ai celle-ci. Oui, célèbre dans cette région? Oui. Oui, 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 oui. Pourquoi? Il est bien connu. Parce que là, bah, il y a les natifs de la région, là. Oui, et voilà. Et celle-ci également? Oui. C'est pratiquement la même. Ouais. Hein? Qu'est-ce qu'il est passé? Oui, oui. Il est décédé d'un accident de voiture. Il partait d'ailleurs avec Jean Sablinski pour faire une course, couvrir une course cycliste féminine. Delberg vond in de jaren 60 hier in de buurt bij Solem een paar kasseienstroken. Hij gaf ze door aan de koersdirectie van Parijs-Roubaix. En zo kwamen ze in het parcours terecht. Bonjour. Vous vendez de jambon cuit? Oui, oui, oui. Oui, c'est bien, oui. Vous aimez bien la course? Oui, oui, j'aime bien le cyclisme. Et j'aime bien surtout Paris-Roubaix. Vous connaissez l'histoire d'Edouard Delberg? Oui, oui. Oui. C'est un coureur sur les bois. Oui, je le connaissais. Oui, oui. Oui. C'était Jean Stablaski. Il revenait de 50 ans en voiture. La vite, elle a remonté, c'était propre comme ça. Ah oui? Ah, ah bon? Oui. Mais là, il était toujours avec Stablaski. Hein. C'était cette époque de Stablaski. Et... Janssen. Janssen, Jan Janssen, oui, voilà. Janssen. Oui. Het kerkhof waar Delberg begraven ligt, grenst bijna aan het parcours. Donc vous allez prendre ici l'allée, oui. Vous allez prendre tout de suite à votre comment dire à votre gauche. Oui. Et il doit être là-bas. Ah bon. Vous connaissez ce nom? C'est marqué Doudou. Doudou. Voilà. Ah bon. Doudou. Ik bel naar Jan Janssen. Die kent Doudou vast nog wel. Hallo, spreek met Jan Janssen. Hey. Hoe is het? Stop even. Wacht, ik zit op de fiets. Och jongen, dit is toch zo heerlijk, man. Ik sta hier bij het graf van Edouard Delberg. Heb ik mijn ploeg gereden natuurlijk. Ik heb hem heel goed gekend. Het was een goede renner. Geen topper. En je reed ook Parijs-Roubaix met hem? Ja, hij komt daar vandaan natuurlijk. Dus hij werd altijd opgesteld. Ja. Een dag of 3, 4 van tevoren gingen we dat parcours altijd verkennen. En omdat hij uit die streek kwam, hij kende alle paadjes. Links, rechts, omhoog. Hij was jager. Ach, jongen. We hebben met Johnny Slek zijn we een jager. Hij kon een haas op 500 meter zien knipogen. Maar hij is rottig aan zijn eind gekomen, hè? Hij is heel tragisch aan zijn eind gekomen. Hij zat hier toen laten leren en toen reed hij van de weg af. Daar is zijn auto gekanteld en zijn raam stond half open. Maar toen kwam hij met zijn arm op die knop van het raam, dat ging dicht. En toen is hij eigenlijk door het raam eigenlijk zijn nek afgesneden. Jeetje, zeg hij. In de tijd van Edouard Delberg en Jan Janssen werden nog met stalen frames gereden. Het trillen op de kasseien was veel erger dan nu. Jan Janssen won in 1967 de sprint op de wielerbaan van Parijs-Roubaix. Ik ga zo weer een paar stroken rijden. Heb je nog een gouden tip voor mij als ik over die kasseien rijd? Ja, je moet over het midden van de weg rijden, op de kruin van de weg.
en met je handen bovenop het stuur. En niet te veel trappen. 52-17, neerzat. Parijs-Roubaix is afhankelijk van de kasseienwegen. Als de provincie ze asfalteert, raakt de klassieker zijn glans kwijt. Les Amis de Paris-Roubaix waken namens de wielerfans over de historische stenen. Ieder vrij uurtje besteden ze aan het schoonvegen en repareren. U bent een van Les Amis? Ja, ik ben lid van de vrienden van Paris-Roubaix sinds ongeveer 5 jaar. Hoeveel mensen werken er in totaal aan? In totaal 200 mensen. 200? 200. Wanneer bent u opgericht? Op het einde van de jaren 70. En waarom was dat? In feite meer en meer kasseien verdwijnen in die tijd. En Paris-Roubaix was echt in gevaar. Omdat onze slogan, dat is sans pavé, pas de course. Uh-huh. Zonder kasseien, geen wedstrijd. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? On repave un trou qui était très dangereux pour les coureurs. Un grand trou. Vous voyez? Mais ils sont de quel siècle, les bleus? Alors, les routes, elles ont été pavées en général au 19e siècle. Donc la période où on a beaucoup pavé de routes dans le Nord-Pas-de-Calais, c'est au temps de Napoléon III. Et pourquoi ils ont fait des pavés? Pourquoi? Alors, c'est que le problème du Nord, c'est qu'il ne pleut pas beaucoup, mais souvent. Donc les routes, quand elles étaient en terre ou en caillasse, dès qu'il pleuvait, elles étaient impraticables. C'est-à-dire que les charrettes, tirées par des chevaux, s'enfonçaient, les roues s'enfonçaient dans le sol et donc on n'arrivait pas à bien faire de l'agriculture ici dans le coin. Et puis il y a aussi un deuxième phénomène, c'est que le Nord-Pas-de-Calais étant près des frontières, en temps de guerre, ça permettait aux troupes de se déplacer plus facilement plutôt que de progresser dans la gadoue. Alors ça c'est de la pierre bleue. La pierre bleue. Vraisemblablement ça vient de Soigny. Ok. En Belgique. Mais ça fait une dizaine de kilos. Et qui, eux, sont plutôt de couleur gris rosé, beige. Et ça, c'est plutôt des carrières ici de la région du Nord-Pas-de-Calais. Et après, on a aussi quelques secteurs pavés qui sont en granit. Et là, c'était... Où ils sont de granit? Alors, il y en a par exemple sur le secteur du carrefour de l'Arbre. Oui. Ce sont des granits. Ah bon. Het is laat in de middag. Ik zit op een slechte kasseienstrook. De pijn in mijn ooit gebroken pols is erger geworden. Honger. Dorst. Ik eet alles op wat er in mijn achterzak zit. Ik slurp het vocht uit mijn bidon. Nu begrijp ik wat hier rijden zo moeilijk maakt. Een moderne fiets als deze kan de klappen aardig opvangen. Maar de vermoeidheid slaat toe. De concentratie neemt af. Ik maak foutjes. In de verte zie ik een hotel. Een hotel aan een snelweg. Met de auto zou ik doorrijden. Nu, na een middag rammelen over de kasseien, vind ik het best. Het is mooi geweest. Morgen verder. Mijn handen zijn stijf. Of ik nog steeds het stuurbeet heb. In die stand blijven ze staan. Mijn vingerkootjes zitten vast. Ik ben leeggeschud door de kasseien. Ik zou nu al kunnen slapen, maar ik heb een afspraak met Gilbert Catoire, een oud mechanicien. Hij hielp winnaars als Roger de Vlaming en Henny Kuiper tijdens Parijs-Roubaix. Bonjour. Hallo. Meneer Catoire. Alles goed? Ja, alles is goed. Dat zijn de goede vuiltjes. Ik leg mijn vinger er gewoon op. Ja? En als je die kunt tot op de velg duwen, dan mag er wel. Zeg maar dat, u weet uit uw hoofd ongeveer wat dit is? Het is gewoon 5 kilo. Hè. Was het een goed vak voor u, mechanicien zijn tijdens Parijs-Roubaix?
Ik had altijd schrik. Als Parijs-Roubaix was, dan moesten ze met huis nooit niet veel vragen. Altijd stress. Echt zitten schudden zo, he, 's avonds, he, achter de koers. Niet voor de koers, achter de koers. Van, ja. Je krijgt natuurlijk veel naar je kop. He. Ja? Ja, die mensen die staan onder spanning, die staan daar, die staan er te roepen. Hoe lang zijn ze weg? Ja, dat krijg je aan een duwen, je komt er met een wiel toe, waar zitten jij? Ja, dat is nog wel vloeken, ja. Dat is alles, he, alles. Ja, dat is ja. Ook... Wie was de ergste vloeker? De ergste, ik moet zeggen... Paniekerige vloeker? Rosé, dat was... Was jij de Vlaming? Dat was iemand, maar natuurlijk, het was wel een speciaal. Het was de beste, niet voor Parijs-Roubaix, moet je eerlijk zijn. He. Maar die kon er een beetje opsmeten. Als je die vindt over de stenen zag rijden, dat was bij hem altijd macadam. Dat zag je niet. Het zag eruit als asfalt. Ja, je zag niet dat die vloog erover. Dat was niet te geloven. Dat was een specialist. Ik moest dood in het begin. Zegt hij tegen mij al een keer mijn fiets en die moet bij mij op de kamer. Ik zeg, wat is dat nu? Allee, ik ging die fiets gewoon al. Ik kom er mee binnen gestapt. En ik vloog ik buiten van die hotelmeester. Die stond erachter zijn comptoir door. Zegt hij, wat ga jij doen buiten met die fiets? Die fiets moest naar buiten, ja. Ja, ik ging die buiten weer zetten. Ik kom binnen bij Rosé. En Rosé zegt, nu je zegt, je moet zien dat die fiets hier is. Ik zeg, ja, maar ja, jongen, zegt hij, kijk, hier, ik ga die gordijn open doen. Ga rond langs het veld. En dan moest ik door het veld met die fiets, door de venster. En die stond even achteraan zijn bed. Die zat er zelfs naar te kijken. Zo. Ja, dat was... Maar dat komt allemaal nu. Dus je moest je fiets gewoon echt binnen smokkelen? Ja. En die moest in de fiets bij hem hebben. Wel, als hij dat zei, breng mijn fiets naar de kamer en zo en speciale dingen, dan wist ik, gaat er morgen niet ver af zijn. U bent ook de mechanicien geweest die met het wiel aan kwam zetten voor Henny Kuiper. Ja, ja. Een van de laatste kasseistrokken bij hem. Dat was in de tijd, bij dat in de tijd. Dat waren mijn eerste jaren als mechanieker. Hè? Ja, dat klopt. Hoe ging dat? En hier reed weg. Ik zeg tegen Fred. Op Fred de Bruyne was de ploegleider. Fred de Bruyne was dat in de tijd. Ik zeg, Fred, zullen we niet stoppen en die fiets de ene kant zetten voor als er iets gebeurt? Hij zegt, we zijn er bijna. Jongen, mijn woorden die waren nog niet koud. Rijdt hij er in een put, dat wiel zakt in elkaar. Sprong uit die auto, maar natuurlijk, je weet ook, je zit er niet de eerste auto achter. Er hangen misschien nog 5, 6 auto's tussen, dat hij komt. En ik begin te lopen en hij roept al een andere fiets. Ik keer niet terug. Henny, ja. Die fiets gepakt. Ja, dat school weinig, of ze hadden hem er nog te pakken. Nee, dat school misschien nog 20 seconden, maar dat was wel heel goed. Want dan heb ik zeker een kilometer met hem gelopen. Dat was ik nog maar pas gestopt met koersen. Dat had ik nog een goede fysiek, nu dat aan hem er gegaan hebben. Maar zo ver lopen dat je kunt, dat je dat groot mes weer rond kreeg. Ja, dat is heel belangrijk. En dat was 5, 6 kilometer van de rivier, denk ik. Ja. Dat was niet ver meer, maar ze waren wel kort op hem, want ik was nog niet om de wagen als ze mij er al voorbij vlogen, de volgers. Ja. Maar had dat slecht moeten aflopen, dan had dat misschien wel een blunder geweest. Ja. Ik maak me klaar voor een afspraak met Fabian Cancellara, het krachtmens. Zijn dijbenen lijken gehakt uit het beste marmer. Hem zien fietsen over kasseien is een genot. Hij lijkt de stenen minder te voelen. Hij kan nog versnellen als alle andere renners moedeloos op het zadel zitten. Richie, de masseur van Radio Shack, de man die ook de dijen van Lance Armstrong fris hield, smeert de benen van Cancellara in met olie. De herhalende beweging doet Cancellara bijna in slaap vallen. Alle stress is weg. De spieren laten zich willoos kneden. De Zwitser won Parijs-Roubaix in 2006 en 2010. To win alone, coming into the velodrome, I think that's pretty big. That's the biggest you can maybe reach. Fabian Cancellara qui reçoit le pavé de vainqueur et l'ovation du public de Roubaix.
Voilà pour le corps suisse. Jusqu'avant Fabian Cancellara, il n'y avait eu qu'un seul vainqueur suisse. C'était Sutter qui avait gagné en 1923. Cancellara a gagné en 2006. Il était deuxième en 2008. Il gagne à nouveau en 2010. Derrière Fabian Cancellara. No, but they're more shaved. You think? But there's no time. Just eat, race, sleep, not more than that. Are there any stronger ties than this one in the world? Every rider, every athlete is differently. A big rider like I am with my muscle structure has maybe, it looks big, but when you massage, you can have soft, like, in a way, you feel the power, but they are soft. And then you have people, they have muscles like a stone. Yeah. And that's the hardest work for us, for Harry G. Yeah, that's the harder true, thing. That's true. That's how do these upper legs feel to you? Soft, strong, stone? No, like he says, soft and strong. Do you remember your first cobblestones? Yeah. Yeah? Really? What happened? When was it? 2004, I went really, it was really bad. I was alone in Arenberg by myself. I said, it's not possible. It's not possible because it was my first Roubaix actually. It was super nice weather, but yeah. I came to a certain point, I was alone. I went to Arenberg with 5K an hour. I was already, half the people was already gone. And now when you're on the back, you're alone, it's like desert. Probably I went with the wrong mentality and with the wrong experience, with the wrong help from around the riders, the team, I don't know. I mean, the year after I came back and I went fourth. Everything has to be ready. You have this one day. Even you as experiences, you can make mistakes. I mean, I'm a human being, normal person as everyone else in the world. What is a mistake you can make while riding Paris-Roubaix, for example? Throwing away energy. How? On certain points where it's not necessary. When you ride from too much in the front or just from the front to the back and moving on and forward, that's energy you can't really spend. Is there a way to save energy while being on the pavés, on the cobblestones? Yeah. For sure you have to go with a lot of speed to get it faster down the cobbles, but the problem is as fast you go, as more intense you have to go on. And that is there where you have to find the mix of cadence, power, and how you go with your equipment. How is the bike really going? Is it just jumping? When you go with too high cadence, for sure you're bumping. When you go with low gear, like really hard ones, then you go slower. Like on the end is a combinasi. I don't want to go too much in details because it's on the end still something secret. Yeah, that's once, but everyone has his own. Yeah. How many tires? No, how much pressure? Pressure. Yeah. Like, with how much you start. Yeah. And with how much you finish. Can you say how much bar you start? No. That's a secret. Secret. It's just something. Yeah, I want to keep. Are you by superstitious? Myself. More or less. No. You want to keep it for yourself. Why? In certain things. I mean, it's not every Formula One company gonna give out every info they have. I mean, we have also tactics and in the morning, and we keep that by our own. Do you feel secure when you start? I feel confidence, comfortable. Yeah. I feel confident, and that's what I have. It's happened with the past, with the results. And then at the end, it's just the mental strength where you get out by yourself and everything around you. On the end, it's not the bike what you should change or you want to change the tire or the wheels. And sometimes I have this feeling, yeah. Oh, this bike is not rolling, what's happened? But it's mentally. On a certain moment, you come on a limit, but then you go over it and then it's not the body controls you,
You have to control the body. In Roubaix, when you go on a start line, okay, everything's fresh, everything's feel good, and then you go on, first cobbles and so on, and it goes further, further. And then come on a certain point where you say, ah, oh, oh, that's hard. But that's like the deviation of going positive side, or even you go on the negative side to really losing or winning. It's just like a flow coming from the legs until to your whole body, and you feel like, seriously, oh, now it's going. And from there, you start pedaling better, you start drinking better, everything is better. It's just moving. And these feelings, when these are coming, I know, I don't say the engine, but just I feel I'm going, like it's gonna go. You can have goosebumps. I mean, when I go over it, even there's nobody around, I get goosebumps because I know every little detail what's happened in the past in this race by myself. And I think just rolling and cruising and riding on cobbles with this of history that this race has, it's just a pleasure. Enjoying the pain as well? Yeah, yeah, you must. It's the road I started, go on, and but it's always this passion, there's always this will behind to reach something, and this makes me go on. Ik word wakker met handen die krom staan, in de grijpstand voor de stuurbuis. Mijn hele lijf is stijf. Eten, drinken en weer door. En gek genoeg, ik heb zin. Dit is mijn tweede dag op de kasseien. Ik ben van de angst af. Ik ervaar het nu als een wilde reis die ik moet afmaken. Dit is Mont-Saint-Pével, een vijfsterrenstrook. Hier stond ik vorig jaar langs de kant te kijken. Kurt Arvesen reed die dag voorbij, zonder zadel. Een pechvogel, zoals zoveel andere renners in Parijs-Roubaix. Kurt. Hi. The man without the saddle. Yeah. That was last year. That was last year, yes. So, what happened? I crashed earlier in the race and... What's earlier? Before Pivel? Yeah, a couple of sections before. Yeah. What kind of crash? Just a silly crash. I was riding in the ditch, and then I slided off and landed in the fields. But apparently I hit my saddle and it came loose. Yeah. I tried to get the new spare bike, but the car was in the front. It was really hard because I knew it was my last Paris-Roubaix, and it'd been nice to finish on the velodrome, but it didn't happen because I couldn't continue. I was my back was so sore and my whole body actually, so it was no option. Did you have the intention to go over to Roubaix without a saddle? Yeah. Yeah? That was my goal, but my back was hurting so much. You know, you have two reference points, or three, you know, the pedals and the handlebars and saddle. When you miss one, then that is hard. I had to stop after 20 kilometers without the saddle. You couldn't sit on the frame every now and then? No, yeah, I tried, you know. Yeah, you tried it, but that's slooping nowadays, so it's... No, it's impossible. Yeah? It's impossible, especially on the cobbles. It's even harder on the asphalt. You can try it. Okay. What? Take off your saddle then, of course. Really? Okay. Actually, you should have done 200 before also. Oh, we leave it here.
Here we go. Oh, come on, Court. Come on. So how does it feel? Huh? You heard it? It feels like heard it what? Some new stones here. Yeah. I see. Okay. What does this accident say about this special race? To win this race, you need to be really strong, but you need to also have you can't have bad luck. For me, it would be nice to finish, just finish, but even to just finish, everything need to be 100%. Yeah. Hi, see you. See you, man. Nog een paar kasseienstroken. De wielenbaan van Roubaix longt. Hoe zal het zijn voor een wielrenner als duizenden mensen krijsen als je alleen aankomt na de barre tocht in Noord-Frankrijk? In de straten van Roubaix. De laatste bocht. Dan naar rechts. De wielenbaan op. Op naar de finish. Zoals Roger de Vlaming deed in een moordende sprint tegen zijn rivaal Eddy Merckx. Roger de Vlaming die tegelijk met André Dierkstra gaat en Merckx vangt ze op. Merckx vangt ze op en die zal dan nu aan de binnenkant naar beneden moeten klappen om daar de beste positie te gaan in te nemen. Hij doet dat bijzonder knap. Hij neemt een beetje gat van de plooi van de paal mee en nog altijd lijkt hij dat wordt een bijzonder spannend eindpunt. Daar moet de Vlaming jump nu zo langzamerhand toch komen. En daar komt hij dan ook. Roger de Vlaming gaat, maar hij komt bij winnen. Voor de derde maal. Eddy Merckx is tweede, André Dierkstra is derde en Mark de Weijer is vierde. Roger de Vlaming zou 4 keer zegen vieren in Parijs-Roubaix. Hij is recordhouder. De Vlaming was ongenaakbaar. Eerste in 72. Eerste in 74. Eerste in 75. Eerste in 77. Na zijn overwinning ging de Vlaming onder de douche in de beroemde wasruimte vlak naast de wielerbaan. Nu loopt hij weer langs de granieten muren van het oude badhok. Het is alweer zo lang geleden. Roger, hoe is het om op dit plekje te zitten? Ah, dat is mooie herinneringen. Hè? Als je hier 4 keer gewonnen hebt en 4 keer tweede en derde en vierde en vijfde en zevende. Denk ik wel dat dat een van de mooiste herinneringen is. Ja. Heb je met deze overwinningen het geluk gekend? Ja, natuurlijk. Als ik won, waren we altijd gelukkig. Hè? Dat is, als je zo'n renner als Merckx klopt, of Vlijck, of Bitossi, of Gimondi, of Godefroot, of Maarten, dan ben je nog gelukkiger. Hè? Jan Jansen, Peter van Peteren, Tafi, Michel,
de Rijken. Naar is voorstel, naar is er niet bij. Parijs-Roubaix, dat was een wedstrijd die ik eigenlijk niet kon verliezen. Omdat ik goed was op de weg en dan nog als veldrijder blonk ik uit. Maar als je alleen goede veldrijder bent of alleen goede wegrenner, moet je al hele goede wegrenner zijn om hier te kunnen winnen dan. Als ik geen defect had, was ik bijna zeker dat ik zou winnen, gelijk tegen wie. Zou het nergens moeten zijn, toch? Cancellara. Stel Mers daar niet bij dan. Koppie. Nee, ik heb dat missie staan. Alloy. Ballerini. Tom Bonen. Klinkt toch wel gek? Zijn er hier ook nog? Nee. Nee, er staat geen naam. Knaven. Nee. Garin. Plankaert. Nee joh. Geen Merckx, dat geloof ik. Nee. We gaan net zo lang zoeken dat we hem gevonden hebben. Waarschijnlijk drie keer gedeclasseerd. Over 50 jaar komen hier schoolkinderen binnen. Die zien dit. Die weten niet wie dat is. En die kunnen het niet spellen. en die weten hier niets meer van. Die kunnen zich niets meer bij voorstellen. Wat vind je ervan? Op een gegeven moment los jij op in de lucht. Ik weet dat roem vergaat. Hè. En ik ben nu tevreden zoals ik ben. Ik kan nog fietsen, ik kan nog lopen. Ik heb een kleine, ik heb een vrouw en mijn leven, we hebben niks tekort tot nu toe. Ik ben heel voorzichtig daarin. En ik hoop dat het nog een tijdje verder duurt. Zo. Hoe oud ben je? Ik ben van 47. Dus je laat me nog rekenen ook? 65 worden in augustus. Hoe kijk jij tegen je eigen leeftijd aan en tegen ouderdom? Ik ben bang om dood te gaan. Waarom? Omdat je, je dan niet meer bent. Hè. Ik vind het leven zo mooi dat ik nog een tijdje wil profiteren. En ik heb echt wel schrik om dood te gaan. Ja. Heb je het altijd al gehad? Ja. Ik probeer veel te sporten en niet te roken, weinig mogelijk te drinken. En probeer veel te slapen, alles wat goed is voor nog een beetje langer te leven. Het oude lijf gaat nog maar eens een keer onder de hete stralen staan. Ja, zo was het. De tinteling door het lijf voelen na een dag in de hel. Mijn tocht is voorbij. Het was onvergelijkbaar met wat de renners moeten doorstaan. En toch, de voldoening is groot. Ik ben moe en ik ben nog heel. De winnaar heeft eeuwige roem. De verliezer moet het doen met pijn in het lijf, gebroken botten, schaafwonden, vuil in de ogen, een nare hoest die nog dagen aanhoudt. De renners, ze haten en houden van Parijs-Roubaix. Ik heb ze begrepen. Met dank aan de kasseien.